Relatieproblemen komen veel voor in elke laag van de samenleving. Wat je vaak ziet is dat mensen te lang wachten met in actie komen. Jaarlijks gaan er 100.000 stellen uit elkaar. Dit zijn stellen die zowel getrouwd als niet getrouwd zijn. 70% van de Nederlanders heeft relatieproblemen. Dit is echt heel veel. Wij gingen langs bij Anahi Israël van Anahi.nu voor meer advies. Ja, je weet eigenlijk al heel lang wanneer je vastloopt in een relatie. Wanneer het niet meer gezellig is en je te veel ruzie maakt, er spanning thuis is, je geen plezier meer hebt samen. En dan is het tijd voor actie. Waar onder andere een online programma kun je aangaan, het inzet van de therapeut, een 1-op-1 sessie of een high-value traject. Er zijn eigenlijk best wel veel dingen die je kunt doen als je vastloopt in je relatie. Allereerst is het belangrijk om een veilige setting te creëren. En daar bedoel ik niet enkel en alleen mee veilig als in fysiek. Natuurlijk, dat is ook belangrijk. Maar helemaal als het gaat over communicatie, een veilige interactie samen hebben. Dus hoe hou je de communicatie leuk? Daarnaast is het belangrijk dat je ook de diepte, dus je moet je partner leren kennen. Je moet elkaar weten wat er belangrijk is. En als laatste om dan je mooiste verbinding aan te gaan. Dus die relaxte sfeer te creëren, het samen leuk te hebben. Het is heel belangrijk om te weten wat jouw liefdestaal is, om te geven en te ontvangen. En heel vaak beredeneren we vanuit onszelf, dus denken we, oh, dit is belangrijk voor die ander, want dit is belangrijk voor mij. Maar dat is een misvatting, dus het is goed om te weten wat voor jezelf belangrijk is en voor die ander. Het online programma waarmee gewerkt wordt is gericht op de drie pijlers, de veiligheid, de verdieping en de verbinding, om zo het allermooiste uit je relatie te halen van A tot Z.